Er staan twee wanden, een overhangende wand en een rechte wand eigenlijk. En daar zetten wij routes op. Zo kunnen alle klimmers in elke waardering, in elke graad, moeilijkheidsgraad, eigenlijk dingen proberen en blijven trainen. En op die manier bieden we mensen wat leuks aan. Ja. De crew van Boulderhal Kunststof in Leiden laat de klimmers van de sleutelstad niet in de steek. Terwijl de klimhal door de coronamaatregelen de deuren gesloten moet houden, zetten ze voor de deur van het pand twee tijdelijke klimwanden neer. Het is belangrijk dat mensen kunnen blijven bewegen. Ik bedoel, gezondheid in deze tijd het is gewoon heel belangrijk dat mensen goed gezond kunnen blijven. En sporten blijf je ook goed volhouden als je het leuk vindt. Mensen vroegen zich eerst wel af van, gaat het niet te koud zijn, niet te nat zijn, maar uiteindelijk schijnen er toch veel bikkels in Leiden te zijn. Het is koud, maar mensen blijven klimmen. Het is leuk. Dus. Ja, het is leuk, want het zit eigenlijk alles in. Bewegen, nadenken, een sociaal stukje. Je moet een beetje puzzelen, je moet sterk zijn. Ja, ik heb het nooit snel koud. Ik klim het liefst gewoon in een shirt. Misschien doe ik straks mijn zip-off nog af, maar ik vind het wel lekker. Hoe kouder, hoe beter eigenlijk. Voor de frictie is het goed als het koud is. Ook binnen hebben de klimcoaches niet stilgezeten. Aan de bestaande hal werd een nieuwe, hypermoderne klimhal toegevoegd. We moeten hier achterlangs helemaal door een klein halletje. En dan kom je in ons nieuwe gedeelte met een prachtige grote trainingsruimte en een heel groot stuk nieuwe wand erbij ook. Deze interactieve klimwanden, ze heten kilterboards. Ja, je kan met een app kan je de greep kan je laten oplichten. En op deze manier heb je eigenlijk beschikking tot duizenden routes die mensen zelf kunnen programmeren. Ik doe eigenlijk bijna niks anders meer, moet ik eerlijk zeggen. Buiten is ook gewoon, ik vind het wel lekker. Ik hoop dat ze wel de wanden houden, want het is wel lekker om even frisse neus te halen. De buitenwand blijft nog wel even staan, maar het is niet het idee dat het een permanente toevoeging tot de hal is. Het idee is wel dat mensen weer terug naar binnen gaan en ik denk ook wel dat de meeste mensen dat wel graag willen, hoor.